Hallo. Zeg, vertel eens even wie daar in het kippenhok zit. Ja. Jeltje. En wat is het bijzonder aan Jeltje? Die zit op 4 eieren waar, waar kuikentjes in zitten. Ja, waarvan we hopen dat er 4 kuikentjes in zitten. Ja. Kijk, er komt nog iemand even langs. Dik. Ja, die komt even kijken. Ja, en in die hoek zit Spikkel. Ja, zal ik je even laten zien dat de eitjes onder liggen? Ja. Kijk, daar liggen de eitjes. En daar zit ze dan lekker bovenop. Nou, wat gaan we hier vandaag doen? Wormpjes aan. Jeltje geven. Nou, kijk maar. Mama, net had Jeltje een worm gegeten. Ja, goed zo. Nog één doen, neef? Ja. Gaan we wachten. Doe maar. Goed zo. En ook al heeft ze er geen zin in, met grote regelmaat moet ook Jeltje even van de eieren af. Zoals iedere aanstaande moeder heeft ze veel beweging nodig en moet ze ook, net zoals ze hier doet, zichzelf goed schoonmaken. Goed tussen de veren kijken, rommeltjes en beestjes weghalen. En dan kan ze straks weer op de eieren zitten. De eieren, waar wij eerst even kunnen kijken. En als Jeltje genoeg gedronken heeft, ze heeft zichzelf schoongemaakt, ach, dan vindt ze het wel weer genoeg. Kijk, hier gaat ze weer. Omhoog en hop, zonder de eieren te beschadigen, springt ze erop en gaat ze zich weer nestelen. En let goed op hoe voorzichtig ze met haar snavel en met haar lichaam de eieren op de goede plek krijgt, zodat ze lekker warm onder haar lijf liggen. En net toen alles zo rustig leek te gaan, ja, toen was er nog Kip Dik. Dik was een jaloerse moeder. Zij wilde ook wel graag bevruchte eitjes hebben. En wat dacht ze? Ik druk Jeltje wel van het hok af. Iedere keer als Jeltje op de eieren zat, kwam Dik ernaast zitten en probeerde ze Jeltje weg te duwen. Hoe konden we dit nou oplossen? Die oplossing die bleek nog redelijk simpel. Allebei een eigen hok, Jeltje met eieren en Dik zonder. En zoals ook de eendjes kuikentjes krijgen, krijgt ook Jeltje uit 2 eieren kuikentjes. Yay! Er zijn kuikentjes geboren. Yay! Ja, dan gaat natuurlijk in heel de straat de vlag uit. En hier kunnen we het kuikentje dan zien. Ze is nu nog goed verstopt onder de moeder. Maar kijk daar, hier zitten wel de halve eierschaal. Het zijn er 2. Een zwarte en een gele. Maar zoals dat wel vaker gaat in de natuur, overleeft niet elk kuikentje het. In de eerste nacht blijkt het zwarte kuikentje te zwak om te blijven leven en ze sterft. Het gele kuikentje blijft leven.
Van haar moeder leert ze alles wat ze nodig heeft. Hoe ze gaat eten, hoe ze kan drinken, hoe ze zichzelf schoonhoudt, wat gevaarlijk is en wat niet. Eerst doet ze dat nog even binnen, lekker in een veilig hok, maar straks als ze groter is, dan mag ze naar buiten. En wat doe je dan als je je verveelt? Ach, dan zit je even bovenop je moeder. Of je springt er weer vanaf. En hier is het dan zover. Het kuikentje is groot genoeg om met de moeder naar buiten te gaan. En wat doet dan je moeder als die buiten komt? Die neemt een zandbad. Heerlijk vindt de moederkip dat om zichzelf eens even goed schoon te maken met heerlijk los zand. Het kuikentje is daar nu nog te klein voor, maar als zij een grote kip is, zal ze dat ook met regelmaat doen.